Chris van Gaming Max, welkom bij een nieuwe MineTopia video mensen. Vandaag zijn we terug op MineTopia na een lange tijd met een nieuwe serie eigenlijk mensen. Ja, een nieuwe serie. Ik heb laatst een poll gehouden. Ja, als je dat ook wil zien, ik doe vaker polls, dus kan je stemmen op wat je wil. Moet je eventjes gewoon meldingen aanzetten, dan zie je vanzelf. Maar in ieder geval, wat een poll gehouden en ik zei, moeten we een nieuwe serie doen op MineTopia? Dat is altijd hetzelfde. Ja, dat is ook niet leuk op een gegeven moment meer. Dus ik dacht, we gaan een nieuwe serie doen. Dus ik vroeg mensen, wat moet ik als nieuwe serie doen? Toen kwamen mensen bij de serie opdrachten doen. En ik dacht, opdrachten doen, dat is wel leuk. Dus we doen nu gewoon, je kan opdrachten insturen in de opdrachtvideo. En dan degene die de meeste likes, of ja, ik kan niet natuurlijk alles doen. Ik kan niet iedere week iemand vermoorden. Dus wie de meeste likes krijgt, die ga ik proberen te doen. Maar ik kan niet verzekeren dat ik die ga doen. Want ja, ik heb misschien iets niet waarmee ik dat niet kan doen. Dus ik probeer gewoon het beste uit te halen. Dus gewoon de meeste likes, die probeer ik te pakken. En anders pak ik de volgende. Dus laat een reactie achter wat ik alvast volgende week moet gaan doen in de opdracht. En ja, dan ga ik vandaag vertellen wat we vandaag gaan doen. In ieder geval, druk op wat die like, probeer die 100 likes te halen. En ja, gewoon, je kan nu al een comment achterlaten. Want ik ga het toch even uitleggen ondertussen. Vandaag ja, heb ik eigenlijk een uitdager, want we hebben hier Mr. Mike, hij kan al helaas niet praten, hallo. Oh. Ja, en hij wou tegen mij racen. Ik vroeg op het moment op Teamspeak, aangezien ik nog niet een, ja, nog geen video had waar mensen rechts konden achterlaten, vroeg ik het even op Teamspeak en hij zei, kom maar racen tegen mij. Dus de eerste opdracht is win een race en ja, het gaat natuurlijk om geld. Ik zeg, we gaan niet voor niks racen, we gaan natuurlijk om geld racen. Dus we gaan voor hoeveel k, 2k gingen we racen, dat is oud 20k. Oh, als ik het goed heb, 2k. Ja, dat was vroeger dus 20k, dus eigenlijk 20k. Dus we gaan racen, niet voor niets. Ja, de regels zal ik alvast uitleggen. We hebben ook een scheidsrechter. Hallo, Box50. Hallo? Hey, hey. Ja, oké, hij kan wel praten. De regels zijn 5 rondjes moeten we rijden. Wie het eerste 5 rondjes heeft gehaald, die wint dus. En die moet de ander 2k betalen. Dus dat gaan de regels zijn. En ja, ik hoop dat jullie dit een nieuwe toffe serie gaan vinden. Want ja, ik vond het wel tijd voor een nieuwe serie. En ik denk dat dit wat tof is. Dat jullie gewoon opdrachten kunnen verzinnen die ik moet gaan doen. Het zal waarschijnlijk op vrijdag komen om 15:30 iedere keer. Dus dan weten jullie dat ook. Daarvoor kunnen jullie ook stemmen. Moet je even gewoon bij de polls kijken. In ieder geval, ja, we gaan denk ik maar zo beginnen met de race. En in ieder geval druk alvast een like. En ja, laat alvast eens achter voor volgende week. En vergeet zeker niet te kijken naar mensen die een reactie achterlaten. Want je kan natuurlijk die reactie liken, dan hoef je het niet zelf te typen. Want als iedereen 100 keer dezelfde reactie typt, dan heb je er ook niks aan. Dus als je iets ziet wat jij ook wil, dan like je gewoon die reactie. En de reactie die veel likes krijgt, dan weet ik dat mensen dat willen en dan ga ik dat proberen te doen. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Als je nog iets wil weten, vraag het gewoon in de reacties. In ieder geval, Mike, ben jij er klaar voor? Hij krijgt zijn helm ook op, hè? Of, oh, dus hij heeft ook een wandelstok, dus ik denk dat hij niet zo goed kan sturen. Nou, scheidsrechter, ik denk... klaar voor de start. Jij houdt bij hoeveel rondes we hebben. Ik zal het zelf ook al bijhouden. Maar oké, tel maar af dan. Ik ga klaarstaan. Ik heb een gele auto, en een bruine. Dus ik hoop dat ik sneller ben. Ik weet trouwens niet welke sneller is. Nou, let's go! Jullie zijn geïnformeerd over de regels, by the way. Ja. Oké, race staat binnen. 3, 2, 1, go! Oké, en we zijn begonnen. Ik had natuurlijk ook een beetje... Ik zal zo gaan... En ik ga zo racen. Dat is misschien beter. Oké, we liggen een beetje voorop. Oké, nice. Snelheid maken. Ik weet niet echt hoe het parcours gaat trouwens. Want ik kom hier niet zo heel vaak. En ik denk dat hij hier wel vaak komt. Oké, we komen de eerste bocht goed voorbij. Oké, ik zal niet zo heel veel praten tijdens de race, denk ik. Want ik moet ook 5 rondjes. En ik moet een beetje geconcentreerd zijn, denk ik. Want anders ga ik een beetje fouten maken als ik te veel praat. Dit is zo'n gevaarlijke bocht waar je over die brug kan vliegen trouwens. Daar moet ik ook mee oppassen. Oké, we komen er nog goed doorheen. In ieder geval, het zou tof zijn als we de 100 likes kunnen halen. Dus druk je ondertussen ook. En ik denk dat ik... Ja, ik heb een aardige voorsprong te pakken. Hij heeft denk ik een foutje gemaakt eigenlijk. Maar ik zal vast nog een fout gaan maken. In ieder geval kunnen we 100 likes halen. Dat zou tof zijn. Yo, 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 scheidsrechter. Ronde 1 voor mij. Ja, Max heeft de eerste ronde. En daar komt Mike aan zeker zeer snel. Oké, Mike zit dus vlak achter mij. Hij is natuurlijk een... wat is hij, een soldaat of niet? Dus ik hoop niet dat ze training hebben gehad. Oh shit, ik zie hem al. Oh, ik maak hier fouten, ik maak hier fouten. Oei, 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 oei. Oh, ik heb een beetje ingeleverd daar. Dat was niet zo slim. Oké, dan moet ik hopen dat ik deze bocht goed pak. Nee, oh, oeh, maar nog maar net goed. Oké. Heb ik nog een voorsprong? Op dit stukje kan ik altijd even kijken. Oké, ik zie hem nog niet. Oké, dat is goed, oké. Misschien hoor je niet meer toetsen, maar dat komt dat ik echt als een idioot aan het drukken ben om goed te sturen. Ronde 2 voorbij. En daar is Max al met de tweede ronde. Oké, tweede ronde. Nou, eens kijken hoe ver hij achter ligt. Ik hoor nog niks. En daar is Mike op met de tweede ronde. Ik denk dat ik een goede voorsprong heb gepakt. Nou, die Mike die voelt al, die moet gaan betalen. Die moet gaan betalen. Oké, ik kom goed de bochten door. Oké, nice. Oké, hier de brug over. Ik zie hem nog niet. Ik zie hem nog niet. Oh ja, ik ga wel lekker, vind ik. Ik ga wel lekker, ondanks dat ik dit niet vaak doe. Misschien kunnen we ook een keer een helikopterrace doen of een scooterrace. Dus ja, dan weten jullie al iets wat jullie kunnen achterlaten in de volgende aflevering als opdracht. Maar jullie kunnen... Daar komt Max aan met de derde ronde. Nog 2 rondes oh, kijk, daar is hij pas. Oh, ik hoef nog maar 2 rondes. In ieder geval, mensen... ja, je kan natuurlijk iets achterlaten, hoeft niet per se een race zijn. Het kan bijvoorbeeld ook ergens moet inbreken. Of dat ik een hele winkel moet leegkopen, als het maar een opdracht is. En vandaag was de opdracht winnen een race. En ik denk dat het wel goed gaat, want ik hoef nog maar 1,5 ronde, denk ik. En daar komt Michael aan met de derde ronde. Ja, ik denk dat ik dit wel kan winnen. Want hij is vast daar. En kijk, ik kom hier hoppa easy die bocht door. Dit gaat lekker, mensen. Dit gaat lekker. Oké, let's go. Nou, laatste ronde zometeen. En we zijn er bijna bij de laatste ronde. En we gaan de laatste ronde in. En Max heeft nog de laatste ronde. Oké, dus kijken. Maar zal Mike ook een comeback maken of niet? Ik denk het niet, want Mike is noob. Ja. Ja, zegt hij. Oké, ik ga gewoon rustig rijden. Zal ik nog een rondje draaien? Ik draai nog een rondje. Ja, die Mike ligt zo ver achter. Zie ik hem al daar. Waar is hij eigenlijk? Nou, ik weet niet eens waar die is. Ik ook niet. Oké, nog een rondje dan. Easy. Ik heb nog 2 rondjes kunnen draaien. Ik zie hem nog niet. En daar komt Ik zie hem nog niet. Wat doe je nu? Ja, ik wacht even met over de finish rijden. Dadelijk komt hij hier, dan rijdt hij sneller als mij. Ik zie hem nog niet. Ja, dat wordt dan gegarandeerd de winnaar. Ik zie hem nog steeds niet. Hij doet er wel heel lang over. Kijk hoe langzaam ik over de finish ga. Ik hoef nu nog maar 1 keer op vooruit te drukken en dan ben ik over de finish. Ik zie nog niks. Dat is bij Mike gebeurd. Hij is nog online. Ja, ik denk... Ja, ik denk dat hij gecrashed is of zo. Nou, niet, maar ik heb gewonnen. Ja, ik heb gewonnen. Max gewonnen. Hey, winnende partij, die krijgt 2K van de... Ja, ik ga eens even terugrijden. Kijk waar die Mike gebleven is. Ik weet niet waar die gebleven is. Hey Max, ik moet wel iets zeggen, hè? Ik denk dat je wel chicks achter je aankrijgt, omdat je zo snel kan rijden. Maar niet echt eerlijk. Komt die met z'n honden. Nou, dat is even Mike zo. Waar is Mike gebleven? Ik denk dat hij gewoon weg is weer rijden. Waar is hij? Nou, ik denk dat Mike gewoon uit de bocht gevlogen is ofzo. Ik denk dat Mike gewoon de baan afgereden is. Ik dacht dat hij geen zin meer had, omdat ik zo ver... Ja, hij rijdt daar buiten! hij is gewoon de baan afgegaan, omdat hij wist dat hij dit ging verliezen. Nou, Mike, wel vertalen. Nou, we gaan even de baan af. Ik heb je easy van je gewonnen, Mike. Hey Max, kun je even stoppen? Ik wil er ook bij, hè? Ja, hier is Mike, hoor. Hij is gewoon de baan afgereden. Easy win, man. Kijk, ik vloog net echt helemaal uit de bocht. Oh, hij vloog uit de bocht. Allee, dus ik maak mijn auto. Ja, maar nou, waar kunnen we betalen? Wacht, de gemeente. Ja, bij de gemeente. Oké, dan rijden we even naar de gemeente toe nog. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik heb natuurlijk easy gewonnen van Michael Kondogan. Je bent ook soldaat, of niet? Ja, maar jij hebt geen auto, hè? En ik heb bruin, dat is heel gaat zo snel. Ja, maar ja, jij hebt meer skills, jij bent van het leger, dus ja, oké. Slecht excuus. Oké, ja, dan, ja, maar dan moet je een betere auto kopen. Ja, een pluimtje skeren. Ja, helaas. Ik voor de volgende afslag naar rechts. Ja, ik weet waar de gemeente is. Oh, kan ik hier ook goed sturen? Oh, nee. Mike. Als dit in real life was, dan denk ik dat je wel een paar miljoenen moest betalen voor die huizen. Ja, je hebt al die huizen kapot gereden. Ja, ik niet. Nou, ik heb nog niet eens mijn rijbewijs. We zijn bij de gemeente. Zit er maar iemand bij jou in de auto? Ja. Ja. Nou. Maar bij de gemeente hebben ze zo'n grote kelder. Nou, we gaan even kijken. Waar kan je betalen? Ja, op Ira, aan de zijkant is de pin. Ja, hier aan de zijkanten. Oh ja. Nou, heb je eigenlijk veel op de bank? Ik heb 72k. Oh, dan. Ja, hij mocht het bedrag bepalen van mij, dus we hadden ook kunnen zeggen €100, maar ja. Ja, €100 is natuurlijk niks, hè. Oké, thanks. Hij heeft nog meer briefs, hoor. Nou, dat stekt mijn bankrekening weer wat een beetje, want ik heb veel uitgegeven aan onze dingen de laatste tijd, dat weten jullie natuurlijk ook. In ieder geval mensen, dit was dus de video, de eerste opdracht van de nieuwe serie. Ik hoop dat jullie een toffe serie vinden. Ja, natuurlijk was dit nog niet zo spectaculair. Het was ook een beetje een uitlegvideo van waar heb ik hoeveel uitgelegd. En we hebben natuurlijk easy de race gewonnen. Hè Mike? Easy. Ja. Yeah. Nou, in ieder geval, ik hoop dat jullie een toffe serie vinden. Laat een like achter als je het tof vindt. En laat natuurlijk in de reactie achter wat jij wil volgende keer als, wat we gaan doen, wat we als opdracht gaan doen. De meeste reacties met de meeste likes ga ik proberen te doen, anders de volgende met de meeste likes. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen reactie te laten, te liken en te abonneren. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!